Hey hallo, leuk dat je kijkt naar het filmpje over de lithiumbatterij. Het is een toepassing van de elektrochemische cel, omdat ik daar twee andere filmpjes over gemaakt heb. Heb ik hier deel 3 bijgezet. Het is ook het onderwerp waar in 2019 de hoogste prijs ter wereld, de Nobelprijs voor de scheikunde, voor is uitgereikt aan deze drie heren. Er zijn veel toepassingen van de lithiumbatterij, bijvoorbeeld in smartphones, maar ook in de accu van elektrische fietsen. Een van die vele toepassingen ga ik in dit filmpje bespreken. En dat is een toepassing waarbij lithium aan grafiet is gebonden in een verhouding van 1 lithiumatoom per 6 C-atomen. Nou, dat is een even iets andere opstelling dan je gewend bent misschien met waterige oplossingen. En dat heeft te maken met tabel 48. Want als we daar kijken, zien we lithium helemaal onderaan staan. Het is een supersterke reductor. Zo sterk dat hij met water kan reageren. Nou, dat water kan dan worden omgezet in waterstofgas en dan zou de boel kunnen ontploffen. Dat willen we niet. Nou, wat is nou de opstelling die we gaan gebruiken als de cel stroom levert? Die staat hier. Aan de ene kant heb ik dus dat lithium gebonden aan grafiet. Aan de andere kant heb ik kobalt-4-oxide, COO2. Daartussenin zit in het groen een membraan. Dat ervoor zorgt dat sommige deeltjes er wel doorheen kunnen en andere niet. En als elektrolyt hebben we hier een polymeer dat de stroom geleidt. Dat zit hier dus in het roze ertussenin. Nou, in de situatie dat de batterij stroom levert, en dat je de telefoon daarvan gebruik maakt, dan hebben we een elektrochemische cel. En dat betekent dat bij de pluspol de oxidator reageert en bij de minpol de reductor. Dat geldt voor alle elektrochemische cellen. Als ik begin bij de reductor, want die staat links, dan gaat dat lithium hier, wordt lithium plus en een elektron. In vergelijking, lithium C6 wordt lithium plus C6 en 1 min. Ja, dat C6 dat zetten we erbij, omdat het eenmaal hier aan het lithium gebonden is. Maar de eigenlijke reactie is dat het lithium atoom een lithium plus ion wordt en een elektron. Aan de andere kant, de oxidator, gaat lithium plus met een elektron binden aan dat kobalt-4-oxide en dan krijgen we LiCOO2. Dus dat is de oxidatorhalfreactie aan de pluspol. Dat betekent dat er in die batterij lithium-ionen gaan bewegen. En bij de minpol worden ze gevormd, die ziet je rechts staan bij de halfreactie van de reductor. Bij de oxidator zijn ze nodig, worden ze verbruikt. Dus het lithium-plus gaat hier naar rechts door een membraan en zorgt voor stroomgeleiding. Hoe gaan nou de elektronen? De lithium C6-kant is de minpol, dat hadden we hier al gezegd. En dat komt omdat de elektronen die hier rechts van de pijl staan, niet het geleidende polymeer ingaan, maar hier op de lithium C6-staaf blijven, in dat grafiet. Aan de andere kant krijgen we een pluspol, omdat er elektronen uit dit geheel aan het lithium plus gaan zitten. Pluspol daardoor, de elektronen verdwijnen. En die elektronen gaan dan hier spontaan bewegen van min naar plus. Ze ontstaan hier bij de reductor en ze worden opgenomen door de oxidator. Dus de elektronen gaan zo door de telefoon en de lithium plus ionen gaan zo door het membraan en dan hebben we een gesloten stroomkring. Gaan we kijken naar de omgekeerde situatie. De batterij is leeg en dan ga je hem opladen. Dus ik heb hier nu een oplader staan in plaats van een telefoon die er net stond. Nou, opladen is een gedwongen reactie, dat noemen we ook wel elektrolyse. En bij elektrolyse reageert de sterkste reductor aan de pluspol en de sterkste oxidator aan de minpol. Dat is dus omgekeerd als bij de elektrochemische cel. Nou, betekent ook dat de reacties omkeren. Ik heb hier nu LiCOO2 staan, dat was net gevormd toen die batterij stroom leverde. Dat gaat nou weer terug naar de oude situatie. Naar COO2. En dat lithium wordt omgezet in lithium plus en 1 min. Dit is dus precies de omgekeerde reactie van de halfreactie, moet ik zeggen, van de halfreactie die net hier plaatsvond toen de batterij stroom leverde. Het wordt helemaal omgekeerd en dat geldt ook aan de andere elektrode. Daar gaat dan C6 lithium plus en 1 min wordt weer lithium C6. Dus de beide halfreacties keren om.
En wat net de pluspool was, is hier nog steeds de pluspool. Daar reageert nu de reductor, maar dat dwingen door de elektrolyse. Dus omdat de staaf de pluspool wordt door de batterij, gaat die staaf elektronen opnemen van de sterkste reductor. En bij de minpool reageert de oxidator en die neemt elektronen op die naar het staafje toe gepompt worden. Dus ik nog eventjes de deeltjes erbij zet. Het lithium plus gaat nu naar links, omgekeerd als net. Het wordt namelijk hier aan de rechterkant gevormd. Hier staat lithium plus rechts van de pijl. En hier is die nodig. Hij staat links van de pijl bij de halfreactie die links van de membraan plaatsvindt. Kijken we naar de elektronen. Die gaan nu de andere kant op. En ze ontstaan hier bij de kant van de reductor. Dat is rechts. En ze worden opgenomen door de oxidator. Dus elektronen gaan van reductor naar oxidator. Dat is altijd zo. Maar ze gaan hier van de pluspol naar de minpol. Dat willen ze niet uit zichzelf, want ze zijn ook negatief geladen. Ze dwingen ze en daar zorgt die oplader voor. Daar moet je hem ook in het stopcontact steken. Dus de halfreacties zijn het omgekeerde als bij het opladen hier, als net bij het stroomleveren. En de elektronen en lithium-ionen bewegen de andere kant op als bij het stroomleveren. En dat betekent als je hem hebt opgeladen, dat je dan weer terug bent bij de situatie waar we mee begonnen. De batterij die weer vol is en stroom kan leveren. Nou, dan kunnen we ook nog een sommetje bij doen. Stel, we hebben een oplader met een gemiddelde stroomsterkte van 0,70 ampère. En dat ding is na 4 uur, of voor significantie heb ik even 4,0 uur erbij gezet, opgeladen. Dan kun je kijken hoeveel gram wordt die grafietelektrode zwaarder. En dan wordt er verwezen naar Binas tabel 7. Nou, je kunt hem even stilzetten en zelf proberen. En wat er bedoeld wordt met zwaarder is dat aan dat C6 dat lithium gaat binden. Hè, dus dat lithium dat komt erbij. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we moeten uitrekenen. Nou, als je hem zelf hebt geprobeerd, heb je vast wel even stilgezet en nu weer verder gekeken. Die 0,70 ampère, dat betekent 0,70 coulomb per seconde. Meestal staat het overigens in een vraag en wel bij, omdat niet iedereen natuurkunde heeft. Nou, ik heb hier 4 uur, dus die 0,70 coulomb per seconde doe ik keer 4, vanwege 4 uur, en keer 3600 seconden, wat in een uur zit. En dan kom ik op dit getalletje uit, 10.080 coulomb. Dat is er in die 4 uur rondgelopen aan lading. Nou, heb ik nu tabel 7 nodig. In tabel 7 kun je de constante van Faraday vinden, hier staat hij. Dat is het aantal coulomb per mol elektroon. De manier om van natuurkunde naar scheikunde te rekenen. Natuurkundigen die kijken naar coulombs als een ladingeenheid. En in de scheikunde kijken we naar molen elektroon. Ga ik het aantal coulomb delen door, ik heb me afgerond, 96.485 coulomb per mol. Kom ik een getal uit in mol, namelijk 0,104 mol elektroon. Die zijn er in die 4 uur lang hier door die oplader rondgepompt. Nou, omdat de verhouding elektronen en lithium 1 op 1 is, heb ik ook 0,104 mol lithium. Dat is gevormd, daardoor is die links getekende grafietelektrode zwaarder geworden. Nou, dan nog heel eventjes naar gram. Daarvoor heb ik dit getal nodig, dat is de molmassa van lithium, in tabel 99 staat die. En mol keer gram per mol komt uit op 0,73 gram lithium. Dat is het antwoord op deze vraag. Wil je meer oefenen, dan kun je deze vraag, lang geleden, alweer 2012, proberen. Het linkje naar dat filmpje staat hieronder. Ik hoop dat het wat duidelijk was. Ga hier goed mee oefenen. Succes met je toets en tot de volgende keer.